Breda Nu. Je weet het meteen. 23 mei was de aftrap van Jong Talent, een orgelconcertserie op het orgel van de Onze Lieve Vrouwenkerk. Tot en met 20 juni zal er elke woensdag een orgelconcert te horen zijn. Nou, niet iedere Bredanaar weet dat hier iedere week op het orgel wordt lesgegeven aan studenten van conservatoria. Oké, en wat maakt het orgel hier zo in Onze Lieve Vrouwenkerk nou zo speciaal? Nou, het is sowieso het grootste orgel van Zuid-Nederland, maar ook een van de mooiste. En dat is natuurlijk, bij orgel gaat het om de klank, niet alleen om de grootte. Het ziet er prachtig uit. Als je naar het front kijkt, het vult de hele wand van de kerk. Het is echt een blikvanger in de kerk. En het klinkt ook bijzonder fraai in de akoestiek van de kerk. Het oudste gedeelte van het orgel, dat is uit 1534. Dat is al heel oud. En zo is het gegroeid van een heel klein orgeltje, wat boven de ingang hing, tot het orgel wat het nu geworden is. In 1969 is dat zo geconstrueerd. U moet het gewoon met beleven en luisteren. Ik heb er verder geen woorden voor. Het is zo mooi en ik hoop dat u het met mij deelt. Het klinkt hier fantastisch. Ik ben er nou al gisteren geweest en vandaag, dus ik kan er niet genoeg van krijgen. We staan hier met organist Matthijs. U heeft net een concert gegeven. Hoe ging het? Ja, het ging wel goed. Het is altijd even wennen op een ander instrument. Je studeert altijd op hetzelfde instrument en dan moet je naar een andere toe. En dan, ja, dat is lastig. Dat is omschakelen. Dat is 2 dagen kost dat om even voor te bereiden. En dan is het toch altijd zwaarder dan dat je thuis gewend bent. Dus okay. En is het de eerste keer dat u op dit orgel heeft gespeeld of heeft u al vaker hier gespeeld? Ik heb wel eens gestudeerd. Ik krijg wel eens les van Aart Bergwerf, de organist hier. En ik heb hier wel eens een trouwdienst gespeeld, maar voor de rest eigenlijk nooit. Dus een concert is eigenlijk een debuut hier. Ja. Was begonnen met piano, maar dat je toen ook orgel erbij hebt gepakt. Hoe ben je erop gekomen om die stap te maken? Dat is heel simpel. Mijn vader is organist, beroeps ook, heeft een conservatorium gestudeerd. En op een gegeven moment dan ben je zo gefascineerd door het instrument dat, ja, piano, dat hoorde je niet zo vaak thuis. Het orgel hoorde je. Dus dat wilde je ook gaan doen. Dus eigenlijk pas op mijn 16e heb ik de overstap gemaakt naar het orgel. En dat is voor mij de beste zet geweest ooit, denk ik. Orgelmuziek is niet echt meer van deze tijd, maar denk je dat het nog een terugkeer zou kunnen maken? Ja, dat hangt allemaal af van hoe de organist speelt en ook de stukken die ze kiezen. Want als je moet soms in een programma, net als nu, ook geen populaire stukken erin eigenlijk. Wel hele bekende stukken, maar geen populaire stukken. En dat doe ik in andere concerten wel vaker, waardoor dus de feest van herkenning, laat ik maar noemen. Nou, dat denk ik wel. Als je bijvoorbeeld, misschien ken je de film Interstellar. Nou, er zit heel veel orgelmuziek in. En jongelui vinden dat echt geweldig. Dus als je dat soort initiatieven doet met het orgel, ja, dan wordt het weer hip. Breda Nu. Je weet het meteen.